Ja, goedemiddag mensen. Goedemiddag hè? Ja, het is alweer middag. We waren verdomd laat uit bed voor ons doen. Het was echt een topper. Het is sinds mijn jeugd eigenlijk niet meer gebeurd bijna. Het half maar tien. Waren we er aan toe, toch? Even half voor half tien het bed komen rollen. En ik heb het al dagen dat ik niet vooruit heb branden ben. Ik dwing me eigenlijk echt tot lopen mensen. Maar het is echt een bagger weer hoor. Het wordt nou lekker druk op Midas trouwens. Een hoop mensen komen eraan. Aanrijden, dus waarschijnlijk blijven tussen kerst en nieuwjaar staan. Nou, ik geef ze geen ongelijk. Als je die mogelijkheid hebt, dan zou je die doen. Dus nou ja, we zijn even een klein rondje om. Het is een beetje droog nu eindelijk. Dus we lopen even naar het viaduct en een klein stukje. Even frisse neus halen. Even borstsnuiven. Want ja, weet je. Ja, precies. Nou, met dit weer doe je gewoon helemaal niks. Dus het is gewoon het is triest en intriest weer. Er zou toch eigenlijk sneeuw moeten liggen, mensen. He, met dit, nou, we dachten van nou, lekker december maand. Lekker weer, ja, precies. Lekker fietsen. Maar ja, goed, het is nou gewoon herfstlijk wel. Maar goed. Van de zomer klaagde dat het te droog was. Welke kant gaan we op? Gaan we links of rechts? Nou, gewoon rechtdoor. Gaan we een stukje rechtdoor? Ja, maakt mij niet uit. Gaan we een stukje rechtdoor. Gaan we gewoon die kant op. Naar de oude, richting de oude gemeentewerf. En dan zien we wel weer hoe of wat. Ja, hier zien jullie een hele grote krater, mensen. Wat ik van horen zeg heb, hè, is dat die een krater is van een V1-bom. Want in het bos daar zit een gedeelte nog van een V1-lanceerinstallatie. Ligt daar nog de fundering. En wat ik begrepen had van de oud-gediende, of het waar is, pak me er niet op, is dat een krater geweest nog ervan. Wij liepen toevallig langs en toen sprak iemand ons erop aan. Die zei het toen. Hij zei, nou zo en zo. Ook zo interessant. Ja, A1. Tenminste, niet dit dan, want dit is een andere weg. Maar daar, de A1. Het is nog druk op de weg. Heb je nou last hiervan bij Midas? Nou mensen, dat valt echt reuze mee hoor. Ja, net hoe de wind staat. Staat de wind uit die richting? Ja, dan hoor je hem daar. Maar voor de rest, nou nee. Ik denk dat je van die Schwarzwald, die feestjes organiseert en zo allemaal, dat je daar meer last van hebt. Dan de weg eigenlijk hier ook. Ja, wij hebben altijd naast een weg gewoond. Wij horen dat niet. Jolande heeft naast een vliegbasis gewoon de kooi. Nou, dat ging pas opvallen als het geen vliegverkeer was. Dus ja. En wij begin horen wij het hoor, dat is de A1 die we hoorden, maar nu horen we eigenlijk. Nee hoor. Dan kan je nagaan dat je vroeger toch, hè? Als mijn vader dat wel eens vertelde, dat ik nog een klein jongetje was in de vorige eeuw. Want ik ben ondertussen ook een bijna een dinosaurus, lijkt wel. Dat ze dus naar Brabant vanuit Annapolona naar Berg op Zoom deden ze 4,5 uur over. Dat is ook een tijdje. Ja, en dat werd steeds korter. Hij heeft het Dinterlot zien bouwen, hij heeft de ring bij Rotterdam zien bouwen, noem het maar op. En het werd steeds korter, weer een half uurtje korter. Nou, wij hadden het al bij, god, hoe heet het daar? Bij Schorreldam. De stoplichten bij Schorreldam gingen weg en we gingen eromheen. Dan was je 10 minuten eerder thuis. 10 minuten mensen. Ja, het is ook weer. Dan denk je, waar hebben we het eigenlijk over? Nou, 10 minuten, ja. En dat is, nou, toen ging de nieuwe Kooibrug werd gebouwd. Nou, dat was een verademing. Nou, en toen hadden ze een helder idee. Ik zal Jolanda er ook even bij betrekken. Hadden ze een helder idee om dat 4 maanden die brug eruit te gooien bij de Kooibrug van Rijkswaterstaat. Dat was namelijk makkelijk. Dan vraag ik je echt af, nou wij alle twee denk ik, en heel veel mensen uit Den Helder en omgeving. Welke gek heb dat verzonnen om een doorgaande weg af te sluiten? Met zoveel mensen die bij de marine werken en de offshore en de visserij. Ja, en de hele kort Noord-Holland. Ja, heel Den Helder is geworden. Er waren bedrijven die uit Friesland die zeggen, ja wij komen niet meer werken bij jullie. Want dat kost ons nou meer geld het omrijden. Dat levert niks meer op. Bedrijven zeggen, ja wij gaan niet meer leveren in Den Helder verlopen, want dat kost ons meer dan diesel nu. Ja, de hele economie lag op zijn kop. Dus de wethouder heeft op een gegeven moment toch maar de boel stilgelegd. Dat moet toch even een andere oplossing komen.
En ik zeg op mijn beurt in Tweede Wereldoorlog bouwden ze hele brug over de Rijn. Ja, kom op, he, leg er even een noodbrug in. Ja. Kijk dat je vertraging hebt. Allah, dat snap ik dan wel. Ja, want ja, waar gewerkt. Die brug moet ik eerst onderhoud hebben. Dat is zo simpel. 30 jaar oud. Ik heb hem overigens nog zien bouwen dat ik stage liep. Bij Jonge Jan Staalbouw. Maar bedenk dan een oplossing. Maak een deal met de marine of zo, weet je. Dat je bij het marineterrein erover mag. En dan kun je zeggen, ja, marineterrein. Mensen, daar mag je niet op. Want dat is namelijk, militair terrein. Hey, met de vlootdagen heb je alle gokken bijna open. Kom op. Dat, kijk, dan kun je ook zeggen een begeleid route maken. Hè, waar je dus met verkeer komt. Je moet een beetje schipperen. Iedereen moet een beetje water bij de wijn doen. Dus, maar goed, dat is even een politiek praatje weer. Ik ben absoluut niet van de politiek hoor, als jullie dat denken. Maar dit heeft heel veel frustratie opgeleverd, dus dat bedacht ik. Dat alle politieke partijen in de kop van het Holland zijn ze er wel mee aan de roeien geraakt. Dat werd echt te gek. En een dag voor de sluiting, hè? Ja, echt. Dag voor de sluiting besloten ze toch maar eieren voor geld te kiezen. En ermee te stoppen van nou ja. Nu even noodzakelijke reparaties alleen. Dus, maar genoeg ouwe hoed. De omgeving, nou, die is nog steeds hetzelfde als 100 meter terug. Ja, nat en bomen. Oh, weet je wat we wel hadden kunnen doen? Nou? Nou, een burg. Nou ja, burg. Potjandori. Dat zeg jij wat. Ja. Ja. Dat hadden we kunnen doen. Ja. Dat is gewoon het Fletcher Hotel hier ook. Dat verhaal hebben ze al een keer gehoord. Ja, dat verhaal hebben ze gehoord. Maar ik herhaal het nog graag. Maar ik zal het niet doen, want ik krijg denk ik een schop in mijn nek daar. Dus, maar goed, we gaan maar ook maar een klein rondje hoor, want er komt dan weer een bui aan, zagen we. Maar het is gewoon depressief weer. Lekker even frisse neus aan. Je zou bijna aan de pillen gaan voor dit weer. Ja. Pilletje kopen. Pilletje kopen. Moet, ja, pilletje kopen. In de hogere sferen komt. Ja, in sommige sferen. Ja, dan krijg je wel een schijndel. Hè? Of een New Kids Turbo. Maaskantje. Dat is onze generatie. Maar goed. Kijk. Paatje krijgt ook nog even eten. Ja. Nou, het is drassig hoor. Maar. Het wordt wel goed onderhouden, zo te zien. Dit is al een mooi stukje zo, hè? Ja. De fiets ook. We hebben dit een keer gefietst, mensen. Zijn we helemaal dat stukje gegaan. Vlak waar we weer naar huis gingen. Dat was echt een mooi stukje. Je kent die prachtig mooi fiets hoor. En net wat ik zeg, met die trotters, hè? Ja, joh, je fietst zo een end heen. Je vliegt zo een end heen, joh, met die dingen. Ja. Hier, hoor. We zeggen het elke keer weer als we Engel en Mago kijken. Wat fietst die Mago toch met een noodgang? Ja, maar fiets je als zout. Wij hebben precies hetzelfde. Als we elkaar filmen, denk je, fiets je toch hard, joh. Die trotters zijn goud waard, echt. Dat is een van de beste keuzes in mijn leven. Er zijn er wel meer, maar die kan ik niet herhalen. Nou, we hebben het nog niet gezegd of we hebben het bijna alweer. Even jullie op. Oh. Gelijk de regen. Nou ja. We hebben al eens een keer in een vogelhut gezeten zo. En dan lopen we met regenen en regenen. Er was geen foto te maken. Autofocus deed helemaal niks meer. Maar goed, klein buikje zo te zien. Maar ja, daar kan je ook goed nat van worden. Net zeg, als het helemaal. Ja. Dat ze hier nou nooit huizen gebouwd hebben. Dit oude gemeentegrond. Dan schijnt hier dat hij helemaal vol zit met vervuilde grond. Ja. Hey, goedemorgen, mensen. Goedemorgen. Dit is de eerste kerstdag. Van deze kant af van Camperplaats Midas ook een hele goede kerstdagen toegewenst. Voor iedereen. En een gezond straks 2024. 2025 wou ik zeggen, ik ben al een jaar verder. Ik ben al een jaar vooruit. Toch die kluwijn, jongens, die kluwijn. Die moet ik even. Ja, die moet je gewoon echt laten staan. Echt niet meer. En al die oliebollen met rum. Ja. En we gaan even rondje om. Het is nu eindelijk eens een keer een beetje droog. Ja, het begint een beetje te spetteren, maar niet meer zo ergens gisteren. Nee, een beetje te spetteren. Ja. Nou, het park is even wat drukker nu. Er zijn wat meer mensen nu gekomen. Ja, dat is goed teken. Hè? Want dat, als heb ik het wel met ze te doen hier hoor. We gaan even een rondje om. En we nemen jullie gewoon mee. Ja, het zal weer niet zo'n spetterende vlog worden. Kijk, liefst zitten wij in Frankrijk. Maar ja, Jolanda moet morgen ook weer arbeiten. Of nee, overmorgen. Woensdag. Woensdag. En ik niet.
Kijk, hadden we nou 2 weken vrij, dan hadden we in Frankrijk gezeten. Ik denk wel richting Zuid-Frankrijk. Dat is, ja, dat is helaas is niet mogelijk. Dat komt vanzelf wel over 18 jaar als ik met pensioen ben. Hoop ik. Nou, als ik het red. Niet over 20 jaar is. Het, maar goed, dat, we hebben wel nieuwe buren gekregen. Die zijn ook naast ons. Het, nou, ja, zo druppelt het langzaam een beetje vol. Er zijn wel de campers bijgekomen. Zo. Ja, het is niet dat je volle bak hebt. Maar goed, je kan niet alles hebben. Hop, het is hier glad. Ja, inderdaad. Ik voel mijn schoenen in één keer wegwaaien. Dus, nou, gaan we hier nou eens maar eens in. Hè? Ik heb hier de god olie. Ja. Ja, dat is die camper geweest natuurlijk, die al olie gelekt heeft. Ja, die heeft nog niks door gehad natuurlijk. Kijk, Albamides is ook weer thuis. Een paar pakken olie, wel nou, leuk. Leuk, wat een rust, mensen. Hè? Heerlijk, hè? Ja. Nou, je kan ook lekker mountainbiken. Als je ervan houdt, tenminste. Ik ben niet zo van het bewegen. Wel altijd gedaan, dat moet ik toegeven. Fitness en powerliften, maar... Ja, tot je geen met oude krakken mikker wordt, gefrispijnen krijgt, een pijntje hier, pijntje daar. Dan is het gauw klaar. Maar dit is, als dit in het voorjaar, in het najaar, is dit helemaal mooi. Ja, dat is gewoon genieten dan. Begint te bloeien en weer uit begint te bloeien. Nou, dat is prachtig hoor. Dat, maar het is gewoon hartstikke stil, jongens. Geweldig dit. Hier houden wij van. Het is nog een klein stukje. Ja, ja, ja. Nou, gaan we even richting het zietpad, de brug over de A1. Het Borkelt is het. Wat zeg je? Dit is het Borkelt, zag je dat? Het Borkelt, oh. Op het lijstje staan. Ja, dat is wel leuk. Goedemorgen. Ja. Lekker, hier hebben we ook al een paar keer gefietst. Ja, het is echt een heel mooi fietsje hier, mensen. Echt, ik blijf het zeggen. Het, wij zijn toen helemaal zo gegaan. Zo helemaal daar, ja, richting Goor of zo zijn we gegaan. Ja, de, alle kanten zijn. Alle kanten kunnen we op. Eén is een nadeel is dat je daar, dit stuk een hoop zand, zandweggetjes. Ja, en dan moet je niet met een gewone fiets doen. Dat is, ja, het kan wel, zomers als het hard is, dan kan het wel, maar anders is het echt niet te doen hoor. Dat, nou ja, de A1 hè. Maar gisteren stonden we daar helemaal, daar ergens. Dus dat is prima te doen. Kijk, het begint alweer te betrekken. Ja. Ze hebben een hoop verkeer op de eerste kerstdag. Nou, dat is zo. Moet allemaal naar open oma toe. Nou, dan heb je nog zo'n... voor de dieren en zo. Dus mensen, als je echt van fietsen houdt, ja, je kan prima fietsen hier dan. Wij hebben de fietsen wel mee, maar we hebben het zo gelaten puur omdat anders is zeiknat die in de garage onder die camper. En het is al vochtig genoeg, vind ik. Dus nee, dan gaan we wel lekker een stukje lopen. Nou, mooi weer het geweest, hadden we al een stukje gefietst hoor, dat is geen probleem. Dus, maar goed, we gaan nu even Diekeld weer op. Ik denk, we laten jullie dit even zien, dat is wel leuk. Want je kan ook hier prima wandelen hoor, dat is helemaal geen probleem. Voor alle markten zijn ze thuis hier al, hartstikke leuk. Dus. Nou, dan gaan we naar deze kant maar eens langs. Kijk, overal heb je van die bordjes staan, zoals hier. Daar van die bordjes. Welke route je kan pakken. Dus wij hebben nu de, je kan... Ik zal het even aan, dit is een keuzepunt van een wandelnetwerk. Ja, we gaan nu de gele route denk ik oppakken. Ja, maar je hebt ja, de gele route, ik weet niet welke dat is, maar... Ja. Je hebt ook het Overijssels Havelzatenpad. Wat hebben we nog meer? Oh, dan ga je twee kanten op. Oh, dat is die kant op. Dan ga je die kant op naar rechts, of naar links. Dan heb je het Overijssel. En de vlugroute, als dat niet nog klopt, is deze punt. Nou, pakken wij de gele route gewoon op. Ik heb werkelijk geen idee wat de gele route is, maar ik denk, ik doe ze interessant. Ja.
Het is wel heel ver weg zo te zien. Nou, het is hier ook geen straf om te lopen hoor. Nee, het is wel lekker zo. Ja. Hè? Is ik denk dat wij hier al... hoe lang zijn we vaak om in Alba Midas? 11e, 12e keer? Wel meer denk ik. Ja. Altijd even fietsen. Dat is gewoon heerlijk hier. Ja, weet je, ik neem, wat ik van die van de tijdje terug al zei. Ik snap best dat mensen die hier vandaan komen, die zeggen, ja, jullie hebben het strand, de kust, de zee. Kijk, dat is een mooie kust. Ja, hartstikke mooi. Neem mee, voor volgend jaar. En ik wacht wel even op je. Truus de Mier ziet weer een boom. Ik zou hem wel knuffelen. Knuffelen? Even knuffelen die boom. Nee hoor. Maar dan zeg ik die mensen die... Wij vinden dit prachtig. En ik snap best die mensen die hier vandaan komen. Die zeggen, oh, de kust bij jullie ook prachtig. Ja. Ik kan geen zee meer zien. Voor mij is de Tessense boot eigenlijk een Tessense boot. En we gaan nog wel eens met de Tessense boot over hoor. Absoluut. Maar waren nou mensen bij Midas, die waren hier voor het eerst. Ja, die zeggen ze, dit is gewoon geweldig hier al. Ja, het is... Ja, goedkoop. Nee, goedkoop is het zeker niet, Midas. Maar duur ook niet, jongens, voor datgene wat je krijgt. Ja, en azijnpissers heb je er overal tussen zitten. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Dus, maar goed, jongens, nogmaals, het wordt een ratje toe, hè, deze film. Want ja, het is eerste kerstdag, alles is dicht. Ik hoop op tweede kerstdag, dan kunnen we naar de meubelboulevard. Daar heb ik echt zin in, weet je. Dat, IKEA, hè? In IKEA zo. Daar heb ik echt zin in, jongens. Ik sta te popelen. Nee, hoor. Nee, mensen kijken wel eens raar aan. Dus ik eigenlijk... Ja, met kerst is, ik denk voor ons, anders geworden zijn beide ouders zijn we kwijt. Ja, ik heb goede herinneringen aan de kerst die wij thuis hadden bij mijn ouders toen ik nog jonger was. Dat was het verplichte bezoek. We hadden daar goede herinneringen aan, weet je. Het is een oud huisje, maar een warm huisje. En ja, alles kon, weet je. We hebben wel eens gesjoeld op eerste kerstdag. Ik ging de sjoeld hebben. Wat dat ding? Sjoelblad, hoe noem je zo'n ding? Sjoelbak. Die kan van zolder af, die moest eerst even in de talkpoeder gezet worden, want ja, oud huisje, geen verwarming boven. Ja, dat kon allemaal jongens. En nog een klaverjas hebben we ook nog zo vaak gedaan. Die zei, je bent gek op de eerste kerstdag. Ja, wij deden het. En dat ging soms fanatiek hoor, met mes op tafel. Maar er ging altijd een leuke sfeer, weet je. En dat is het leukste. En s'avonds lekker eten, moeders kookt altijd. Grote pot en pannen, want die kon niet voor twee man koken. Dat moest altijd voor 13 man of zo. Dat ging er beter af dan voor twee man koken. Dus ik ben altijd bang dat ze tekort had. Nou, geloof me, er zijn heel wat beriemen en broekknopen zijn op de etenschaatje gegaan. Dus nee, goede herinneringen aan mensen. Heel goede herinneringen. En ik denk ook, dat ik heb ook hele goede herinneringen. Ja? Van, we zijn hier. Weet je, heb jij ook zo'n zin morgen in die meubelboulevard? Ja, leuk. Ja, en Ikea en zo, daar hebben we ook zin in. Ja, echt wel. Echt niet. Nee jongens, kerst is voor ons allebei gewoon heel anders geworden. Beide ouders kwijt. Overleden inmiddels. Mijn ouders op jonge leeftijd. 64 en 69. Jouw vader? Toen anderhalf jaar terug. Ja, 83? Nee, die was 85. 85. En jouw moeder was die... 73. 73, dus ook eigenlijk 73 op de jongen. Ik ga even opzij, want dan komt de fietser aan. En... ja, sindsdien is eigenlijk voor ons, daar is Jolanda, kerst even anders geworden. Kijk, de goede herinneringen die wij, goedemorgen, de herinneringen die wij aan kerst hebben is dat, ja, het is de warmte. Je kan thuis, ja, hoe moet je dat zeggen? Kinderen zullen nu al denken dat het een dinosaurus zijn, die deze twee, ja dat klopt. Maar je kwam thuis bij je ouders. Je was weer even kind, zal ik maar zeggen. Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, mensen. Ik denk dat Jolanda het wel begrijpt wat ik bedoel. Ik snap het helemaal. Weet je, moeders had gekookt en de sjoeldbak kwam van tafel af, of van zolder af. We hebben gesjoeld, we hebben geklaverjast, alles kon. Je kwam in een warm holletje terug. En nou ben je zelf oude vader en moeder, dan moet je voor je eigen kinderen zorgen. Ja, dat is toch anders. Weet je, je bent even geen kind meer. Ik was denk ik 36 dat mijn moeder nog kwaad op me werd. Maar goed, die had ik verdiend, want ik had de omzeggers op zitten naaien. Met erwten schieten aan tafel. Oh. En opa kreeg de volle laag. En dat vond opa niet zo leuk. En ik kreeg een roei van mijn harses bijna. Ik was 36. Mijn moeder kwaad, vuil rotjong. Dus was ik wel even stil. Maar goed, dat zijn goede herinneringen, goede momenten. Die moet je koesteren. En iedereen moet dat koesteren natuurlijk. Maar ik denk iedere mens in Nederland wel
goede herinneringen aan zijn ouders heb, sommigen niet. Ja, het is net hoe je het bekijkt. Kijk, het is niet altijd roze geuren en manen zijn geweest, hoor, geloof me. Want in elke relatie, of relatie moet ik niet zeggen, gezinssituatie is er wel wat. Maar als je terugrekent en je wordt zelf ouder, hè, ja, dan ga je toch denken van ja, vroeger was alles wel eens anders. Ik zeg niet beter, maar anders. Sinds die coronatijd vind ik dat de mensen toch wat vijandelijker zijn geworden. Ja, maar goed, korter rondje. En vroeger was dat toch meer met elkaar. Wij zijn opgegroeid, wij allebei, je helpt elkaar. En ik weet nog goed, mijn moeder, of mijn vader eigenlijk. Ja, je kon het bed uit. Je, langer dan tot 8 uur kon je slapen. En je bed uit en sneeuw schuiven. Zo hadden we allemaal onze taken buiten. En ik moest ook voor de buurman doen. Dat doe je, en ik doe het nog eigenlijk. Voor de buren, even zout strooien, dat soort dingen. Ja, daar hoef je bij de jeugd niet voor aan te komen tegenwoordig. Weet je, het is een kleinigheidje, want ja, dat is voor de gemeente. Sneeuw, ja, het is jouw pad. Maar goed, dat is een heel ander praatje, mensen. Nou begin ik echt op een fossiel te lijken. Hey, Flappie. Ja, Flappie ligt er ook. Kijk. Ah, oh, mensen. Ah, oh, Flappie. Ah, oh, het kerstdiner. Ah. Oh. Flappie is meegenomen. Ja, Flappie is meegenomen. Zijn vachje ligt er nog. Zijn vachje ligt er nog. Maar goed. Nou goed, tot zover een emotioneel gesprek. He? Dus we schakelen nu even naar een ander kanaal over. Maar goed, je moet toch wel het doen om die video een beetje vol te praten. Oh jongens, het is gewoon prachtig. Ach, kijk, lopen ook nog met mensen. Ja, lekker hoor. Kijk mensen, hier heb je dat andere remise van het Leemspoortreintje wat we in een vorige vlog al lieten zien. Wij zijn toen een keer met het treintje mee geweest, dat was erg leuk. Ik zal het even laten zien. De spoorovergang. Hier echt een oude pad nog. Zie je, hartstikke leuk. Nou, dan ging je hier zo om. Het is echt het oude spul wat ze nog hebben. En het is eigenlijk ook gelijk het keerpunt voor het treintje, zal ik maar zeggen. Ik zal een klein stukje lopen, kun je het even zien. Dit wordt door vrijwilligers wordt het helemaal gedaan. En hier heb je hier het oude meuk. Zie je het oude stoomwals nog. En het sportterrein zit erachter. Ja, dit wordt helemaal gerund door vrijwilligers. Dus ja, ze moeten het doen met de middelen die ze hebben. Het is geen heel rijke organisatie natuurlijk. Ik zou zeker, als je bent mensen, ga een keer met het treintje. Kost geen drol, maar hartstikke leuk. Gewoon echt hartstikke leuk. En nou, oude baggerschuit. Ook, oh nee, dat was om dat leem te pakken. Dat was leuk. Ik zal even zien of ik het zo kan laten zien. Kijk, een leembak, schuit, hoe noem je zo'n ding? En die kun je dan zo in die bakjes gooien en dan werd het erin gegooid en met het treintje verder. Nou, hier heb je nog zo'n treintje daar al. Zie je dat? En nog wat oude meuk. Ja. En hier is een beetje de opslag, zal ik maar zeggen. En ook gelijk het keerpunt, want dan gaat het treintje weer zo daar langs weer helemaal terug. Dat is best leuk, dat moet ik zeggen. En dan gaan wij kijken hoe wij weer terugkomen, want ja, we hebben even geen idee hoe wij terug moeten komen. We zijn aan de andere kant van reizen uitgekomen en we zijn een beetje de weg kwijt. Ja, dus hier komen we niet vaak aan deze kant. Dus, maar goed, dan gaan we gewoon kijken. Dat, ja, we zien wel, joh, dat ja, is, hebben we alle tijd. Geen haast. Lopen we weer even terug langs het spoor. Hier. Dus, je ziet ook echt een smal spoor. Ja, als ik mijn voet er een beetje bij zet, dan zie je ongeveer hoe smal het is. Dus, het is gewoon leuk. Het is gewoon echt leuk. Het was gewoon, we hebben toen gezegd van nou, we zijn er nou toch, kom op, we gaan in dat treintje. En ja, het was gewoon leuk gedaan. En het was ook een leerling machinist, want ja, je mag er niet zomaar op natuurlijk. Want je hebt ook met regels te maken. En dan moet er weer eentje vooruit lopen, want die moet hier met de vlag staan om het verkeer tegen te houden. En dat zie je ook in Enkhuizen Lelystad, toch? Nee? Ja, en Enkhuizen... Horen Medeblik, toch? Medeblik, ja. Ja, dat is een stoomtreintje. Rijdt ook elke zomer, dus dat is zeker ook een aanrader, het Spoormuseum. En in Horen is dat toch, het Spoormuseum? Ja, nou, dat weet ik ook niet zeker, maar nou, dit is genoeg. Je hebt ook een stoomgemaal nog in Enkhuizen. Zeg ik dat goed? Nee, niet in Enkhuizen. Medeblik, ja. Zeg ik heb mijn eigen provincie nog ineens. Dat is helemaal erg. Ook heel leuk om te zien trouwens. Dat ze één keer in zoveel tijd hebben ze weer zo'n stoomdag. En is alles open. Dat is zeker een aanrader om te kijken. Als je van techniek houdt, hè, die oude technieken. En dat is leuk dus. Maar nu gaan we even de weg zoeken.
Want ik ben de weg echt kwijt. Ik heb geen idee waar we zitten. Ik denk dat we gewoon het spoorlijntje volgen en dan komen we ook vanzelf ergens. Maar dan kom je helemaal uit op dat sportveld. Nee toch? Bij die burcht. Dan kunnen we beter even teruglopen. En dan daar zo, dat fietspunt, pakken we die weg wel, want anders hier schijnt ook honden. Ja, dat is het, ja. Dus ja, doen we dat wel even. Ja. Goedemorgen. Oh. Goedemiddag is het inmiddels. Ja, inderdaad, dat is linksaf. Ja, dan gaan we gewoon even linksaf. Ja, dat loopt er weer. Nou, dit is eigenlijk als het, wat weet je dat spul? Heide. Heide. Als dat uitkomt en in bloei staat, ja, zo'n mooi gezicht hier al. De burcht van Jolanda. Dat is dus gewoon een Fletcher Hotel. Als dat. Maar stond, we hadden een kaart en, ja, en we hadden een kaart en ja, een burcht, dat lijkt wel een burcht, joh. En zelfs de oberdaar wist niet wat het al was op de landkaart. Koffie drinken, koffie drinken. Waar is die burcht hier? Nou, weet ik ook niet. Moet ik even vragen, zit hij. Dat is al op terug. Ja, dat zijn wij, zegt hij. Was even een blundertje. Onze burcht. Sindsdien is het, dan moet even naar de burcht. Het is een Fletcher Hotel. Daar hebben we trouwens geslapen. Het is niet een van de beste. Nee. Nou is Fletcher natuurlijk wel een beetje de goedkoopste hotelketens die je kan bedenken. Maar goed, we zaten in de Vogelhut hier al in Goor, hè? Ja, volgens mij wel. Of in Delden. Of in Delden ergens zaten we. In deze buurt in ieder geval. Ja, en toen hadden we zoiets van, ja, dan kunnen we om vogels te fotograferen. En heel vroeg uit het bed gaan, maar ja, als je de hele week gewerkt hebt, wil je niet vroeg uit bed. Ik zei, weet je wat we doen? We hadden nog van die actiebonnen van de Fletcher. Ja, klopt. En toen konden we eigenlijk voor Habbekrats. Van Habbekrats konden we een nachtje daar zitten met ontbijt. Ja, wie doet je wat, maak je gek. Want wij zijn niet zo van die hele vroege vogels, ook geen laatbloeiers. Wij zien wel hoe de dag loopt vaak. Ja, we moeten ook een beetje op gang komen. Ja, zeker nu met deze dagen. Maar goed, toen hebben we daar gezeten, 2 keer geloof ik. Ja. Het mag wel eens even een waterstofzuigertje door het heen. Het ontbijt was perfect voor mensen, absoluut. Er was niks mis mee. En de vriendelijkheid ook. De ligging is helemaal mooi, want ja, moet je kijken, wat achter zit nog een heel stuk. En je kijkt gewoon perfect zo hier. Je pakt de fiets. Ik denk hier vandaan. Ik denk als je 4 minuten fiets zit je in het centrum van Rijssen. Waar we gisteren dus geweest zijn. Hartstikke leuk. Alleen ja, er zijn betere hotels. Maar voor een nachtje prima te doen. Maar goed, we hebben de weg weer inmiddels teruggevonden. We weten nu ongeveer waar we zitten, op de atletiekbaan. Nou, hij is een padje gewoon. Jij gaat nog zo even gymnastieken? Ik ga zo nog even gymnastieken. Dan heb je zo'n sportbaantje voor, door de gemeente aangelegd. Dat is leuk. Hier loopt overigens ook weer langs het spoorlijntje van het Rijssen-Leemspoortreintje. Loopt daar langs en die ga je zo door. En dan ga je naar de andere remise toe. Het is een heel klein baantje hoor. Ja, door die ritjes kunnen ze de boel een beetje draaiend houden. Dat is leuk. Goed, gaan we weer verder lopen, mensen. Kijk, hier heb je dan zo'n attribuut. Het is gewoon een parcoursje die ze gemaakt hebben van de gemeente. Daar heb je weer een of andere oefeningsbalk. Ik geloof dat je daar iets met, ook met squat moet doen. Squat. En dat loopt eigenlijk zo rond. Voor een parcoursje. Tot daar begint het bij die beenzwaaier. Ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik echt een goed initiatief. En ik denk als je dat bij ons neerzet in Annapolona, dan is het binnen een week gesloopt. Want zo'n hangploeg wordt dat. Het is echt leuk gedaan. Absoluut. Kijk, hardloopster. Die is ook lekker bezig. Lekker gezond bezig. Leuk gedaan. Oh, ik ga het naar de achteren. Ja. Nou, hier is dan het begin van het parcours. Zie je, dan kun je er gewoon eroverheen. Daar heb je hekjes springen met 2 moeilijkheidsgraden erin. Dus eroverheen of 2 stappen ertussen. En ik had het net even gedaan, staat buiten beeld. En dat valt tegen hoor, 2 stappen ertussen, want je bent heel snel je tel kwijt. Ik vind het echt nogmaals een heel goed initiatief van de gemeente Rijssen, absoluut. Dus, maar goed, wij hebben de weg gevonden. En we gaan weer aan de koffie. Even de blubber ontwijken. Er ligt nog steeds een hoop water hier al, mensen. En daar is de weg weer. Dan gaan we weer op het asfalt lopen. Zo, en dan zijn we weer terug op de rotonde. Onze bekende weg weer. Nou, is de tweede keer dat we verdwaald zijn. Ja, nou, nee hoor. Weet je ook wel weer een beetje de. Nou, ja,
kom je zo vaak inmiddels, dan weet je een beetje de weg wel weten inmiddels. Nou, de rotonde waar we van de week al liepen. Als je rechtdoor gaat, kom je bij het Hof van Twente. Of het was Hof van Twente, moet ik zeggen. Ook een leuk restaurant. Er staan hele mooie huizen, dat moet ik toegeven. En dat hele stuk kun je mountainbiken. Paardrijden hebben ze ook nog. Dus ja, weet je, het is echt meer dan genoeg te doen hier dan. Maar goed, wij gaan weer lekker terug naar de camper. En ik denk dat we lekker een bakje koffie gaan zetten, denk ik. Dat denk ik ook wel, dat weet ik wel zeker. En ik denk dat het onder de rest een rustige dag wordt. We gaan kijken wat er nog bijgekomen is vandaag. Er zullen een paar campers bijkomen. Tussen kerst en nieuwjaar stonden ze inderdaad vol. Dus, maar het is eigenlijk een beetje droog, mensen. Ja, droog, net hoe je het bekijkt. Het is nog steeds vochtig. Maar het regent in ieder geval niet meer. Dat is lekker. En je ziet een beetje... Een beetje blauwe lucht, een klein beetje blauwe lucht. Maar het is niet veel. Het is niet veel. Dus, kijk, die hebben het zomaar gedaan met de zonnepanelen. We hebben wat dikke balken gezet. Ja, waarom niet eigenlijk? Dat is natuurlijk tenslotte het nadeel als je in het bos woont. Daar zitten ze. Zonnepanelen. Je hebt ook helemaal geen mogelijkheid om op je dak bijna te leggen. En inderdaad, de zon komt daar op. En daar staat hij ongeveer op zijn hoogste punt. Dus ja. Ja, ik vind het nog niet zo gek bekeken hoor. Ja, het is gewoon een staalconstructie. Nou, dat heb je keurig gedaan. Ja, netjes. Ja, dat is het huis trouwens. Ook een leuk huisje. Ja. Grappig. Ja, leuk gedaan. Slimme oplossing. Je hebt niemand er last van. En je hebt toch je voordeel. Tenminste, nog wel. En waarom zeg ik nou eigenlijk nog wel? Ik zeg altijd zomaar nu. Wen er alvast aan om je stroom te gebruiken. Alle stroom die je opwekt, gelijk gebruiken, waar mogelijk. Kijk, je kan niet altijd alles gebruiken. Maar als je straks er niks meer van terugkrijgt en je moet gaan betalen ervoor, dan moet je gewoon niet weg gaan geven, moet je gewoon gebruiken. Dus zet je wasmachine niet, zoals heel veel oudere mensen, wij waren het ook zo gewend, s'nachts aan, kon je het s'ochtends ophangen. Maar zet hem als je zonnepanelen stroom leveren. Dan kun je op elke app tegenwoordig teruglezen wanneer je stroom krijgt. En gebruik je stroom gelijk op. Dus, want ja, anders ben je het kwijt, krijg je niks voor terug. En nou heb je het eigenlijk gebruikt. Dus anders nadenken. Die tip kreeg ik van onze elektricien. Hij is nou helaas weg bij ons. Maar die zei, je moet anders gaan denken. Maak je stroom op. Ja, ik zei, hoe dan? Ik zeg, ik moet alles aangezet of zo. Hij zei, ga anders wassen. Zet je vaatwasser overdag aan. Pak je stroom terug. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, verleken tot vorig jaar, en ik ben ermee begonnen. En het jaar daarvoor heb ik dus ongeveer 480 kWh minder teruggeleverd. Die heb ik gelijk gebruikt. Dus ja, en ja, anders had ik dat kwijt geweest. Dus ja, ik vond het wel een goed idee en het werkt. Dus gelijk gebruiken die handel. Camperplaats Midas. Gaan we de koffie aanzetten. Iedereen loopt een beetje, hè. Tijd voor zelf, een praatje pot hier en daar. Wel een hoop Duitsers, merk ik. Dat is niet erg hoor, want het zorgt ook weer voor de omzet. Want ja, het heet niet voor niks topplaats. Dus, even een rondje om. Nou, het is aardig opgeruimd, die olie. Ja. Het lag een heel spoor zo. Nadeel van dit spul, die kunstgras, maar dat had hij voor de honden gedaan, geloof ik. Want dus hier zit nog een slipgedeelte onder, die honden gleden weg als het nat was. Dus dat vond ik wel aardig. Ja, voor mij was het die Ducato die lekte. Oh, dat zou kunnen. Ja, dit is een hele aparte camper dit hoor. Ook labben.
Morello. Dat is wel mooi hoor, rijden. Maar ja, waar moet je zo'n ding kwijt, joh? Hé, hey, dan toch die de bruine hond of zo, die Labrador of zo, die hebben er toch ook in Frankrijk wonen? Ja, ja. Die ja. Ja, die hebben het ook zo'n ding. Ja, die naar Noorwegen, Zweden, zo pech had met die acculader. Die levensgenieters. Hé, hey, Rob Agerda. Leica. Ja, die hebben integraal natuurlijk. Kijk, hier heb je dat spul, mensen. Dat is spekglad als het nat is. Maar ja, dat is ook de bedoeling van een slipbaan natuurlijk geweest. Hé, hey, Chita's. Nou, daar staan wij, mensen. Wij staan niet zo graag op die A-plekken. Wij houden een beetje van een beetje rust. Ik ben nog niet 80, dus anders sta ik op de A-plek. Ook een karate bijgekomen gisteren. En daar staat onze paradijs. Geen zonnepanelen. Ik heb al eens een keer uitgelegd waarom. Niet nodig. En alleen nog even nieuwe dakraampjes bestellen. En dan komt het helemaal goed. En dan gaan we nu aan de koffie, denk ik. Ja. Dat begint toch weer te betrekken, hè? Ja, het wordt helemaal donker. Ja. Nou, ben je een mooi tier terug. Zo. Dan gaan we een fotootje maken. Nou, ik ga hem hier ook gelijk afronden, mensen. Voor ik het weer vergeet, voor de zoveelste keer. Ja, we vergeten het elke keer. Maar ja, we zijn nooit 5 dagen op één plek eigenlijk. Hè? Eigenlijk nooit, is het uniek voor mij. Het is uniek eigenlijk, want wij zijn meestal 1 of 2 dagen en dan zijn we wel weer door top. Naar de volgende. Maar goed, met dit weer, regen achter, jullie staan hier prima. Weet je, gisteren zaten ze binnen in de lounge, zaten ze een paar Duitsers met vrienden en doen. Die zaten daar lekker op de leren bank, met televisie aan en een potje bier erbij. Die hadden, prima, gezellig. En dat kan allemaal hier ook bij Midas. Dus geen probleem, als je maar wel je troep opruimt, dat is wel even belangrijk. Dus je kent, vandaag hebben ze soep met brood of weet ik wat allemaal. Dus dat gaat ook goed. Dus gaat goed. Maar wij gaan even naar binnen, mensen. Want het begint nou echt te druppelen. Dus heel leuk dat jullie er waren. Ja, nogmaals, deze hele vlog van de maand december is gewoon één grote ratje ertoe. Ah, dat geeft het niet. Ik brabbel alles maar een eind aan elkaar. ik ben ook geen acteur natuurlijk, anders had ik hier niet gestaan. Alhoewel, met die grote camper daar, dat lijkt me nog wel wat. Nou nee, weet je, ik vind die kleine campingjes hartstikke leuk. Die grote megacampers hoeven voor mij niet zo nodig. En ik denk je daar toch wel, je hebt een luxe aan boord, maar ik denk toch wel dat je een Peter Gillis niveau moet hebben. Alhoewel, die wordt ook kaal geplukt volgens mij. Ja, maar goed, hey, voor deze hangen we even, of slaan we op, of ik aan het telefoneren ben. we slaan het even af, dus duimpjes worden zeker gewaardeerd. Ook als je er niks aan vindt, dan doe je een duimpje omlaag, vind ik ook goed. En abonneer je anders even op dit kanaal, dan weten de mensen ons wat sneller te vinden. Daar doen we tenslotte voor. Kijk ook even op de andere kanalen, hè, die we gisteren al opgenoemd hebben. De vorige vlog, vooral Engel en Mago gaan weer op pad. Die gaan weer overwinteren in Spanje. Die zeker leuk, Engel en Mago. Engel Boshart heet die, geloof ik. Ook een hele leuke Bos. Oh, Engel Bos, Engel. Boshart is iemand anders van de leger des Heils. Sorry, ik ben al slecht in namen, heb ik al gezegd. Maar daar kan je even heel kijken. Caravan en kamperen is ook leuk. DW Vlog is leuk. Campertrend is absoluut een aanrader, maar dat is een hele bekende uiteraard. De vloggende bestemming. De vloggende bestemming vinden wij ook nog steeds heel leuk. We gaan ook naar Turkije toe, is ook leuk. Heb je Camper Family, hebben we ook nog. Nee, weet je? Koppel. Is ook leuk om te zien. Ons Delphine is ook een hele leuke jongens. Dus, en de rest. Maar jullie hebben even wat kijk... Plezier gekregen van ons. Hey, doei! Doeg!